Financiënminister Gilmore Hoefdraad heeft met OPEC Fund for International Development een overeenkomst getekend ter stimulering van investeringen in de private sector. Deze overeenkomst biedt mogelijkheden voor private ondernemingen als ook voor financiële instellingen ten behoeve van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen. De OPEC Fund for International Development zal ondersteuning bieden bij de bouw van centra van de regionale gezondheidsdienst en belangrijke onderdelen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.